Ja! 2019 houden. Gelukkig nieuwjaar! Ja, hetzelfde man! Gelukkig nieuwjaar! 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 Ja. Ik ken hier helemaal niemand! Ja, gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar, vriend! Gelukkig nieuwjaar! Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. We moeten een beetje bukken, want we hebben geen cameraman. Want geen ene cameraman wil op oud en nieuw wat voor ons doen, toch? Ja, helaas niet. Ja. Wat is ons idee, Ramsey? Nou ja, van wat ik heb begrepen gaan we gewoon een beetje struimen door Katwijk en Rijnsburg en wat dan ook. Ja, we hebben net op Instastory een verhaal gezet dat wij gewoon op de Bonnefoy gewoon langs huizen gaan. En mensen mogen hun adres opgeven. Het gaat nu al fout. Er zijn van die... ik haat vuurwerk! Ik haat eigenlijk ook best wel van die pubertjes die vuurwerk afsteken. En ze hebben allemaal gereageerd dat wij naar de pleintjes moeten komen. Maar ik wil niet naar pleintjes. Ik heb ook hekel aan vuurwerk. Ik wil gewoon bij mensen thuis oliebollen eten en bier drinken. Ja, of gewoon wel bier. We zijn laatst het veranderd naar Instagram en YouTube. Dus onze doelgroep is veel jonger geworden. Maar we hebben echt vandaag geen zin in jullie. We zijn bij de safe! Hey! Marco, krijgen wij een paar gratis drankjes binnen? Van jou? Zet toch op zijn bonnetje. Ja, tuurlijk. Ja, mooi. Dus mensen, veel plezier met kijken. En we gaan zien wat er gaat gebeuren. En ik hoop niet dat we dronken worden. Is niet de bedoeling. Ah! Let op. In deze content wordt overmatig drank gebruikt. Probeer dus het niet zelf uit. En onthoud, geen 18 is niks. Shoutout to Hamri. Zo, gezellige boel. Marco, doe ons maar een paar shotjes. Ja, doe maar genoeg. Genoeg shotjes. Kom, we gaan naar het rad. Het rad? Het rad, ja, het rad. Ja! Wat zal het worden? Wat zal het worden? Wat zal het worden? Maar ik wil dat jij de Bob was. 10! We hebben 10 shotjes! 10! Naar keuze. Wat wil jij? Trojka! Trojka! Bedankt Marco! Oh. Lekker! Chimali! Next! Next! Ghibli! Next! Klaar ermee! 2018 nog op een positieve noot af te sluiten! Ik ben er klaar mee, ik ga naar huis! We zijn klaar met de safe. Ik loop eruit en Ramsey zal naar buiten gaan, want Ramsey had te veel gezopen. Nu al. Wow, jouw ogen. Nou al, je bent net een kwartier binnen. Hey, we hebben tegenwoordig een cameraman ineens. Ja, tuurlijk. Gewoon een vrijwilliger vanuit Zoetermeer. Vanuit Zoetermeer hebben we ineens een cameraman. Ineens. Ineens. We gaan naar Oranjelaan. Gezellig, ik heb veel herinneringen aan Oranjelaan. Daar is Marielle van Delft, die zei, we hebben oliebollen, drank en spelletjes, gezelligheid. En ze zijn 30 plus met nog allemaal familie. Nou, ik vind het hartstikke gezellig. Nou, dat ziet er echt spannend uit. Kijk. Ik zie oliebollen. Nou, oliebollen is belangrijk. Hallo! Kom binnen! Zeg meteen welkom. Nou, hey, dit is toch helemaal ziek. Leuk. Ja, wat leuk! Jongens, wat gezellig! Ja, ik ken haar wel hoor, trouwens. Ja? Nou, hoi. Ik nog niet. Oh. Hoi. Ik ben hem. Marielle. Nou. Mag ik jou zoenen? Tuurlijk, schat. Mag ik u ook zoenen? Ach, nee, laat me. Nou, moet het rondje af? Dagje. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Ik pak meteen jou even. Oh nee. Hebben we dat gehad? Hey, heb jij nog slechte voornemens? Slechte voornemens? Nee, eigenlijk niet. Ja? Ook geen goeie. Oh, gewoon helemaal niks? Ik ga gewoon door met mijn leven, zoals nu. Ja. Oh, ik heb oliebollen. We gaan zo meteen lekker prosecco pongen. Prosecco pongen? Hoe gaat dat? Dat klinkt wel oprecht heel gezellig. Ja. Ik ga het even klaarzetten. Oké, okay, is goed. We gaan prosecco pongen. Ik geef deze oliebon een 8,5. Eén keer wat. Hop, suipen. Oh, dat klok je er makkelijk in. Ja, ga best. Ja. Dat is okay. Waarom doet hij het niet? Ik denk... Ik ben de bierpongkampioen van Katek. Dit is de tactiek. Ja? Kijk, 1 mis voor geluk. 2 mis voor geluk.
Kan drie keer scheepsrecht, maar... Weet je, in Servië hebben we geen zee, dus daar varen we niet. Dus ja. Nou, Marielle. Bedankt voor alles. Doei, schat. Dag, hoi. Volg de rest op Instagram was Kleipetten. Ik weet niet waar dat is, Jeff. We gaan het wel zien, kom. Nou, we hebben via Instagram een uitnodiging gekregen op Kleipettenla... Gezellig? Ja, nou, ik ben benieuwd wat we gaan krijgen. Hi. Jij denkt dat als jij ons uitnodigt dat wij er niet komen? Ja, dat dacht ik echt. Alles is real bij ons op Instagram. Hè? Nou, wij zijn een rondje in Katwijk en Rijsburg gaan doen voor een biertje en een oliebol. Ja, sorry. Ik weet niet, Remsi is al best dronken. Ja, nou maar een biertje. Een biertje voor Remsi, voor mij ook. En de cameraman wil graag een watertje. Ja, hij is nog geen 18. Remsi, proost. Proost. We zitten op Kleipettenlaan. En ze hebben hier ook oliebollen. En waar komen de oliebollen vandaan? Bij Melle de Vries. Nou, we gaan hem checken. Oh ja. Van de vorige adres, van 8,5 gaat hij naar 7, geef ik deze een 8. Nou, Rems, we gaan weer. Onthoud, als je podcast Instagramt, dan nemen wij het alles serieus. Ja, dat zal ik onthouden. Nou. Dag mevrouw. Ik zie Rijnzoever staan. Van 1 underscore m.h underscore 011. Gezellig? Gaat het nog een beetje? Bij mij gaat het altijd. Kom, we gaan. Wie heeft aangemeld? Jij? Ja, ik. Waarom? Ja, lachen man. Dat zal langskomen, hè. Dat is ja, goed, hè? Wat heb je om ons te bieden? Ja, bier. Nou, kom. Ik loop achter jou. Ik neem een biertje. We lopen achter op schema, dus we moeten... Wat is de zelfgemaakte oliebol? Allemaal? Oh, nou? Die. Allemaal. Die zelf. Ja. Die. En die is Albert Heijn. Die is Albert Heijn. Ja. Oké, okay, ik neem deze. Je wordt er niet blij van. Hij ja, heeft iedereen niet blij van. Op een mooi 2019. Super lekker. Hij is echt heel lekker. Hij was super lekker. Ik praat niet met een mond vol, maar echt, hij was super lekker. Dankjewel voor de lekkere salade. Geen dank, jongeman. Heel lekkere kleurtjes. Oh, Marco gaat een potje voor ons afsteken. Joh, dat is echt verschrikkelijk. Wat gaat er nu door je heen als je het zo afsteekt? Nee, niks. Nou, voel je blij? Ben je blij? Ja, super, helemaal leuk, man. Hey, we zitten, dat is de vijfde station dit. Hoe gaat dat nu toe? Ja, het gaat echt geweldig. Ik heb het echt niet normaal naar mijn zin. We moeten nu naar Orhornus Laan. Leuk. Het is een flat volgens mij. Ik snap er geen reet van. Ik denk dat ze gewoon heel hard kloppen. Is dit 593? Ja. Ja, en wie heeft ons geïnstagramd? Jij! Met een vriend. En je had niet verwacht dat we zouden komen? Nee. Heb jij lekker biertje en oliebol voor ons? We hebben wel Jills. Ah, Jills is voor de verandering. Gay. Zijn wij welkom? Kom binnen. Oké, we mogen binnenkomen. Wat leuk. Best Wow, stop. Pauze. Ook Katwijk aan Zee is best gastvrij. Tuurlijk. Heb je nog slechte voornemens voor het komende jaar? Minder drinken. En onthoud, geen 18 is niks. Hoe beschrijf je ja. Dat? Als stuk TV alleen dan 3 keer zo klein. Deze hebben jullie zelf gemaakt? Oké. Okay. Je oma. Nou, dan ga ik testen. Ja. Ik kreeg deze 7,2. Remsi, je hebt echt veel te veel gedronken ondertussen. Ja. Hey, mag ik jullie bedanken voor de uitnodiging? Ja, was gezellig. Vond je het echt gezellig? Ja. Doei! Doei! Hoi, fijne jaarwisseling. Vriendelijke vriend. Hoe gaat het ermee? Ja, goed met jou, man. Met mij gaat het lekker. Ja? Ja. Lekker, man. Heb je nog goede voornemens? Of ik goede voornemens heb? Ik weet niet, man. Nee? Minder oliebollen eten. Echt? Ja. Zou je doen, man. Weet je wat de beste goede voornemen van het jaar is? Nou? Lekker zo doorgaan zoals je lekker gaat. Ik vind het een hele mooie uitspraak. Thomas, vriend. Ah, Jeff. Jij hebt in augustus een prijsvraag gewonnen. Oh ja? Of zoiets, ja. Zoiets hoorde ik ook, ja. Ja, en jij had een shirt gewonnen. Ja, en ik inderdaad. Heb je beloofd voor 2019. Je hebt het beloofd, jij je shirt. Je hebt het beloofd, ik heb het helemaal helemaal niet, man. Weet je nog waarmee je gewonnen hebt? Ik heb het opgezocht vorige week. En wat was het dan? Dat was een fotootje met een chick en een gast.
Die gast was fucking lekker sowieso. En dat ik gereageerd van ja, dikke klit. Of dikke kut met een dikke klit, weet je wel. Maar ja, ik ben blij dat jij het kan herinneren. En dan komt het zo meteen, zo, zie je hier de foto hierboven. Oh, op zijn hoofd. En dan komt hij. Maar daarom heb ik gewonnen, man. Ja, nou, gefeliciteerd. Ja, dat is... Tommy, gefeliciteerd. Je hebt een echte, is eigenlijk exclusief, hè, want niemand heeft die. Nog, ja. Tot nu toe dan. Ja, behalve ik, vriend. Ja. Behalve ik. Ja. Ik ga mijn vader lekker heel genieten van. Tuurlijk. Dit is een RTV Katwijk. All the girls standing in the line for the girls move. All the girls standing in the line for the girls move. All the girls. Nou, jij bent blij. Jij bent blij. Hij is blij. Hey, maar Jeff, hebben we Katwijk aan de Rijn al geskipt? Ja, best wel eigenlijk. Want ik krijg ook appjes nu binnen van... Yo, je moet een Katwijk aan de Rijn. Want iemand heeft dat, wil wat zeggen tegen ons. Wie dan? Nou, beste vrienden. Nee, joh. Oké. Okay. Boeien. Best bizar. Dit lijkt een soort van warzone hier. Zeker, maar ik ben vergeten waar het feestje nou is. Wat zeg je? Ik ben vergeten waar het feestje is. Hier, het is... Hey, daar is het feestje! Oh, er zit gewoon een sleutel in. Hallo. Hallo. Wij zoeken een feestje. Maar de baby slaapt. We zoeken Jan Willem. Shh, de baby slaapt. Oh, we zoeken Jan Willem. Podcast! Hallo! Hallo! Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Kom ik nu podcast? Ja, man! Ja? Gelukkig nieuwjaar, podcast! Happy New Year! Gelukkig nieuwjaar, ouwe! Ik ga stop dat ding in mijn oog! Hè? Ja! Oh, sorry, man! Ja. Zijn welkom! Ja, tuurlijk! Kom binnen! Kom binnen, mensen! Hallo! Hey! Hoe gaat het ermee? Ja, helemaal super! Mooi zo! Ik had gehoord dat we welkom waren hier! Sorry? Ik had gehoord dat we hier welkom waren! Ja, helemaal! Nou, super om te horen! Kijk! Naar for Christmas! There is just one thing I need and I don't care about the presents underneath the Christmas! Mom, I love you! Heb jij nog slechte voornemens? Ja. Wat dan? Slagen. Het is bijna 12 uur, hè? Weet je wat dat betekent? Dat we het nieuwe jaar ingaan. Ja, maar weet je wat dat betekent? Nee. Dat we alles wat we slecht gedaan hebben in 2018... gaan we goed doen. ...opnieuw mogen doen in 2019. En wat slecht heb je allemaal gedaan in 2018? Zoveel. Voorbeeld, concreet. Dames. Dames. Maar... Heb ik niet gedaan. Nee, heb ik niet gedaan. Het is 2019 volgende. Kom, ga naar binnen. Ja! 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 2019, ouwe. Gelukkig nieuwjaar. Ja, hetzelfde, man. Gelukkig nieuwjaar. 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 Ik ken hier helemaal niemand. Ja, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, vriend. Gelukkig nieuwjaar. Waarom zit jij zo eenzaam nu? Ik ben emotioneel. Waarom? Ik krijg lieve berichtjes. Daar word ik emotioneel van. Zoals, lees eentje voor. Nee, dat is het privé. Natuurlijk een mooi jaar. Denk niet te veel aan sport. Denk aan je vrienden. Denk aan je familie. Geniet van het leven. Daar hou ik het op. En mooie woorden. Met deze woorden sluit ik het voor nu even af. Wat hierna gaat gebeuren, ik heb geen idee. Tot volgend jaar, mensen. Tot volgend jaar. Kijk, mooi gedaan, hè. Mooi gedaan. Mooie woorden. Mooie woorden. Ik ben Remsje kwijt. Is hier. Ja, maar die was toch met jou? Ja, Remsje was met mij, maar ik ben hem echt kwijt. Hij is toch hier ook... We waren ook klaar met de filmen, maar ik ben hem nu kwijt. Zal ik wel zoeken dan? Ja, ik is flauw. Kom. MC? Nee, geen Remsje. Nee, kom maar. Wat doet de vrouw het wel? Het is genderfluid tegenwoordig allemaal. Oh ja. Gaat het nog? Ja. Ja. Hé, hey, luister. Ik ben klaar met filmen. Jij ook of niet? What the fuck? Wat ben je aan het doen? Gast. Hé, hey, zullen we afsluiten? Ik ben er klaar mee. Ik ook. Mag ik hem afsluiten? Ja. Beste podcastkijkers. Bedankt voor het kijken en proost op een gelukkig 2019. Ja, 19. 10.
19. Gelukkig 2009. Mijn conclusie, wat hebben we gedaan? Oh, we hebben gezien dat niet alleen gezelligheid in Brabant leeft, maar ook daadwerkelijk in ons Katwijk. Dus. Mooi. Ik denk dat het klaar is voor vandaag. Marco, wil je nog wat zeggen? Tot volgend jaar, hè. Tot kat, peace out. Hey, dames en heren, bedankt voor dit jaar en tot volgend jaar, hè.